Vrijheid in Nederland begint bij internationale stabiliteit. We zijn een exportland en verdienen onze boterham buiten de grenzen. Onrust in het buitenland heeft daarom direct impact op onze open economie en samenleving. Vrijheid in Nederland begint dus bij die van anderen. De ervaring van de Koninklijke Landmacht in internationale samenwerking gaat al eeuwen terug. Sinds de Tweede Wereldoorlog kunnen we niet meer zonder onze NAVO- en EU-partners. Nederland gaat vrijwel nooit meer alleen op missie. Samenwerken maakt ons zoveel sterker. Met onze belangrijkste partnerlanden gaan we steeds een stapje verder in het uitwisselen van mankracht en kennis. Militairen oefenen samen op elkaars terreinen, delen hun materiaal en stemmen inkoop en onderhoud onderling af om kosten te besparen. De samenwerking met de Duitsers loopt hierin voorop. Al sinds 1995 hebben we een Duits-Nederlands legerkorps. We integreerden de Nederlandse 11e Luchtmobiele Brigade in de Duitse Division Schnelle Kräfte in 2014. Het was voor het eerst binnen de NAVO dat twee eenheden uit twee verschillende landen onder hetzelfde bevel vallen. Wij en onze partners staan klaar om te werken aan een stabiele wereld om ons heen. Onze grenzen vervagen. Internationale stabiliteit is de sleutel naar het behoud van onze veiligheid. Zodat alle mensen in Nederland in vrede en vrijheid kunnen blijven leven.